Daarachter geen meter te veel voor Gucci Shadow. Matt in het tweede spoor nog altijd NLO goed geplaatst. En daarachter ook het nummer 8 van Love You BR en Inflation. En dat zijn dan de paarden die hier de prijs onderling gaan verdelen. Als de deelnemers afkoers op de overzijde van de baan voor de laatste maal. En Frans van der Blonker met zijn nummer 2 Luna Charisma toch een lange aanval van gaat maken. We zien daar de galoppade. Maar die moet dan eigenlijk wel gewoon naar buiten genomen worden. En ja, dat gebeurt dan niet van NLO. En ja, dat is dan John Dekker die daar enorm veel last van had. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met nog altijd aan de leiding aan de binnenzijde Marco Swish. Marco Swish op de tweede plaats aan de buitenzijde Luna Charisma. Daarachter dan aan de reling Jeanne d'Arc, een gigant van een outsider. Oh, hij lag er mooi in. Danny dubbelde met zijn nummer 4 Gucci Shadow. Maar die maakt daar dan ook in het heetst van de strijd een galoppade. En NLO komt nog een keer terug voor meer. Maar in de laatste rechte lijn moet Marco Swish inderdaad er best wel een beetje voor vechten. Heeft nog wel de lijn in, maar kijk naar Jeanne d'Arc. Dat zou toch een geweldige verrassing zijn. En een hele mooie pleister op de wonden. Als dat mag lukken voor Raymond Adema. Die komt daar toch hard naar voren. Maar het is de favoriet die het volhoudt. Adema blij met zijn tweede plek. En derde is dan het nummer 2 van Luna Charisma. Maar Marco Swish maakt de favoriete rol daar. Hele mooie tweede is Jeanne d'Arc. De 3 wint voor de 5. En derde wordt de 2. Een en ander is voorlopig. En de connecties van de winnaars in de zesde koers. De Michel Roggen en Zonen onroerend goedprijs staan hier al bij de huldiging. Naar aanleiding van Marco Swish, paard nummer 3 met Robin Bakker. Zijn tweede zegen van vandaag. En Marco Swish, dat is een vijfjarige donkerbruine ruin van Offshore Dream uit Paris-Bie. Ook gefokt net zoals Next Wish door Henny Kloosterman. En ook in eigendom van Stal PD, trainer Bas Krebas en winnende rijder. Dus Robin Bakker. Robin krijgt op het moment de felicitaties van zijn vrouw en ook van Tamara namens het bestuur van Drassport Aduard Zuidhoorn. En ook de fokker Henny Kloosterman van de Wispaarden. Die worden grootgebracht in Buitenpost. En twee daarvan winnen dus vandaag op de baan van Aduard. Foto's worden gemaakt door Geert Koops van Noordrot. En ook op die website kunt u alle foto's terugvinden en ook nabestellen. Robin, gefeliciteerd. De laatste twee keer waren misschien wat teleurstellende prestaties in Alkmaar. Maar deze baan past hem wel. Ja, dit is echt een grasbaanpaard. Ik heb een keer eerder gereden op Alkmaar en dan ging het allemaal moeizaam tussen de paarden. Maar ja, nou ook een mooi nummer. Hij vliegt weg uit band en hij is oertrouw. En, ja, hij deed het heel makkelijk. Heerlijk paard. Prachtige verrichting. Robin, we zeiden het net al, mooi dat je vandaag aanwezig bent. Maar die overwinningen kunnen jou ook verder helpen in het kampioenschap. Ja, we blijven Jaap een beetje partij geven. Dus we doen ons best en we zien hoe ver we komen van het jaar. Kunnen de andere grasbanen ook rekenen op je komst? Nou ja, als ze een paar leuke paarden hebben en ik ben in Nederland, dan waarom niet. Super Robin, gefeliciteerd. Dank je. Prachtige zegen van Robin Bakker in de Michel Roggen en Zonen een onroerend goedprijs. Robin Bakker dus met Marco Swish. Hij is een van de beste pikeurs van Nederland, maar door veel prestaties in het buitenland lukte het nog nooit om de nationale titel te begeren. En dat gaat om het aantal overwinningen in Nederland. En hij wil heel graag die gouden helm nog een keer bemachtigen. En wie weet gaat hij dat dit jaar wel Jaap van Rijn, de titelverdediger, moeilijk maken. Dames en heren, geef ze een groot applaus. De winnaars van koers 6, Marco Swish en Robin Bakker.